Dames en heren, wat heerlijk dat je weer luistert naar deze Lekker Spreken Mini. Wij uh, hebben zojuist de Pokémon Direct gekeken. Vers, heel vers. Heel vers nog. Uh, werd aangekondigd door Nintendo, er komt de Pokémon Direct. Om vier uur live konden we een nieuwe dingen aan. Wij hadden het er al over in de afgelopen Lekker Spreken aflevering. Gaan ze... Over pokken hebben misschien. Of Pokémon Go. Over uh, de Game Boy uh, versie. Over alle... alles Pokémon. Alle die, nieuwe dingen. Dus er komt 30 die, nieuwe dingen aan. Nieuwe 3DS uh, game wellicht. En maar. Gaan ze het over die open world Pokémon hebben? Ja. We zijn klaar met kijken. We gaan het even doornemen. Pokémon is 20 jaar. Daarom doen ze dit. Een jaar vol Pokémon. Dat hebben ze laten zien. Het spel van die red en blue en geel. Die komt morgen uit. Dat, Zijnig, wisten dat wisten we al. Klein dingetje is dat je kunt linken. Vroeger kon je met je Gameboys een kabeltje ertussen hangen en dan kon je ze aan elkaar linken, kon je tegen elkaar battelen. Ik heb het persoonlijk nooit gedaan. Heb jij het, het al gedaan? Nee, ik heb het gedaan en ik verloor altijd. Maar het was wel genieten. Nu heb je dat je via het internet gewoon tegen elkaar ja, kan battelen. natuurlijk. Waarschijnlijk wil dan niemand het opeens meer. Want nu denk ik van, ja, nee, het lijkt me juist wel leuk. Het enige interessant om die game nog eens te spelen is dat je nu gewoon met vrienden kan uitnodigen om te ja. bettelen. Maar dan moet je wel vrienden hebben die het ook nog, nog een keer dat spel gaan spelen. Ja. Want dat het spel is al zo oud. Die zijn inmiddels volwassen. Ja, die, uh, volwassen mannen. En zei... die kijk je. Dan vraag je, vraag je aan hey, ze: zo, potje Pokémon. Dan kijk je echt aan. Ach, ach dan maak ze een snoggetje. Ja, om je weg te jagen, probeer te jagen. lukt dat... niet. Ik zei: nee, ik heb die Pokémon. Die was <laughs> 20 jaar geleden, die speel ik nog een keer. En dan zeg je: sorry, ik gaf je een kans om weg te gaan. Ja. Spukertje. Ja. Maar dan mislukt het, valt op het t-shirt. Ja. Tegen de wind in, in zijn eigen gezicht. <laughs> ik had het laatst nog, hè. Ja, voelde ik je had, de afgang? Uh, ik weet niet, maar ik, moest, ik ben niet echt een spuuger, Maar het moest gewoon even gebeuren. Misschien... Je bent wel een beetje een spuuger. Volgens mij was ik naar de tandarts geweest of zoiets. Ja. En ik had gewoon... Er zitten mensen met vingers in je mond. Moet ik toch wel een ja. beetje... Uh, moet ik gewoon even... Maar hij bent wel een beetje een kom op. Laten we eerlijk zijn. Toen uh, spuugde ik... Echt, ik was alleen maar schuim bijna. Op mijn. volledig echt? op mijn jas. En ik zat zo heel zielig om me heen te kijken of iemand het gezien maar had. Ik zelf zelfzielig wegvegen ook, of hier je zitten. En een man zo gewoon neutraal te kijken. Te knikken, ah, hij keek je ook echt aan. te knikken namen. En ik maar verder te fietsen met een roggel op mijn uh, jas. Gaf je een knikje toen je, toen je op jezelf spiecht, <laughs> hè? Hebben ze dat in het verzonnen of niet? Verder hebben ze aangekondigd. Um, Pokémon Sun, Pokémon Moon. <laughs> wij vroegen ons af, oké, okay, nieuwe Pokémon op de 3DS. We hoopten eigenlijk op die open-world Pokémon. Wat is er nieuw aan dan? Hij zei helemaal uh, niks, helemaal niks. Toch? Het is weer hetzelfde spel met een paar nieuwe Pokémon erbij. Goed, ik dacht, well, we zijn net begonnen. Maar hij schiet op, want we hebben ja. nog zoveel te laten zien. Hij zei, maar nu door naar de toekomst. Veel plezier. Dus wij zeiden van, oh, nu komt het. Pokémon Go the of die open-world, dream. The open the dream, world? dream, the dream. Deze uh, presentatie is afgelopen, stond er in beeld. Letterlijk vijf minuten vijf met de Pokémon <laughs> Direct. Vijf minuutjes! Deze lekker spreker mini is nog langer waarschijnlijk dan ja. de Pokémon Direct. Die man. Echt normaal praat Nintendo zoveel onzin en zoveel troep die ik niet wil weten. En nu stoppen ze gewoon. Hij deed niet eens zijn best om het vol. Uh... Maar letterlijk <laughs> vijf minuten, dus dat is wat we weten. De Pokémon die eraan kwam, die is uit. Dat laatste nog even een reminder en een nieuwe Pokémon. Een, een nieuw is... Pokémon spel. Dus ik had de aantekening gemaakt, maar ik kan hier helemaal. Dit was het. Meer is het niet, Peter. Dan moet je ook niet doen alsof het meer was. Zo is het leven gewoon af en toe. Maar wij dachten... Want wij dachten, we doen het vaker. Zo'n Pokémon, uh, of ik bedoel een uh, Lekker Spreken Mini... gewoon tussendoor als er dingetjes gebeuren. Dit is het. Even goed gezellig. Het is wel gezellig, maar het was wel een teleurstelling. <laughs> ja, teleurstelling. Van de bovenste plank ja, maar misschien zei die man gewoon ja ik kan wel nog weer een uur over overvoldelen, maar dat ga ik gewoon niet doen. Ja, hij zei, het is gewoon exact hetzelfde ja. spel met nieuwe pokémon. Wil je nou echt dat ik dat ga zeggen of moet ik doen alsof het een ja. nieuw spel is? <laughs> Daarom. Alle spellen zijn tot nu toe nog hetzelfde, alsof ze het niet doorhebben. Dus ja. kom op. Dat, is wel, dat respecteer ik ja. wel. Nou, dan ben jij ook weer op de hoogte thuis. Ik zeg, uh, doe het handje maar in de lucht en zwaai maar naar ons. Doei, doei. 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 Vind jij de Lekker Spreken podcast nou ook zo gezellig? Laat het ons weten met een duimpje. En wil je meer zien? Vergeet dan niet te abonneren. Jij dondersteen.